Oké. We zijn niet in een berg gespannen, dus dat is iets. Alleen het is hier, nou ja, surprise. Heel erg mistig. Hallo dames en heren, leuk jullie kijken naar weer een gloednieuwe aflevering van de Lord of the Rings Mod Survival Seizoen 11 hier op VonnerXNL. We staan hier voor het fort dat wij in de vorige episode super heldhaftig hebben overgenomen. We waren natuurlijk ook wel zo stoer om niet de poort te gebruiken, maar gewoon een gat in de muur te blazen. Daardoor heeft wel één iemand van de Southern Legion zijn leven moeten geven, maar het was het allemaal waard. We hebben het overgenomen. Het is helemaal, als het goed is, gecleared van Dol Amroth units. Dit is de Southern Legion. Er zijn er 4 over. Dat is flink, echt heel flink uitgedund, maar dat is op zich niet erg. Want het plan vanaf nu is eigenlijk dat we naar de Misty Mountains gaan. De White Mountains. Of nee, toch wel de Misty Mountains. Want we moeten hier Mithril gaan vinden. Dus we gaan ergens een mooi plekje zoeken waar we ons eventjes kunnen settelen. Ga ik daar een soort mijn bouwen. En dan hopelijk snel Mithril vinden. Ik ga denk ik niet al het minen in een opname doen. Want het is natuurlijk niet het meest spannende om naar te kijken. Maar we gaan in ieder geval iets leuks uitzoeken. En ik weet niet wat voor units er ook weer allemaal spawnen in de Misty Mountains. Maar dat gaan we allemaal meemaken. We hoeven dus op dit moment niet nog extra units te gaan huren. Dus dat komt allemaal later wel. Wel een andere vraag aan jullie. Ik heb natuurlijk nu dit fort overgenomen. Of eigenlijk is het misschien een klein dorpje. Kijk, er staan ook wat gewoon huisjes in en zo. En een farm. Dus, aan jullie de vraag. Laat het in de comments weten. Wat moet de naam worden van deze stad? Of dorp, whoever je het wil noemen. Of het kan ook een fortnaam krijgen, iets in die richting. Laat het weten in de comments. De leukste kies ik uit. En dan maak ik hier een waypoint. Ik zet er nu wel eventjes een waypoint neer met een placeholder naam. Dus even met niks. Even kijken. Nieuw. Nou, dan noemen we hem even To Be Announced. Mooi in het... Wat zullen we ervan maken, jongens? Mooi in het rood. Zo van, we hebben het overgenomen. Save. There we go. To Be Announced. Laat weten in de comments wat voor naam dit fort slash dorp slash stadje moet krijgen. En dan gaan we hem straks, of in een andere episode, gaan we hem omdopen. Gaan we een sign op de muur plaatsen. En dan krijgt hij die naam. Dus let me know. Een ander iets wat ik ook dacht. Ik heb natuurlijk mijn boot. Even kijken. Volgens mij kan ik die nog wel ergens vinden. Ja, mijn boot ligt hier. De Vonox Express Junior. Wel tof dat je hem nog terug kan zien hier trouwens. Alleen daar is natuurlijk de muur, of nou ja, de boot met alle signs. De Boat of Fame. Dus elke episode koos ik iemand uit de reacties die ik dan daarop ging hangen. Alleen, dat gaat nu lastig en we gaan ook naar de Mithril Mines. Dus ik dacht, hey, misschien is het leuk als ik units ga huren en die dan namen ga geven. Maar ik dacht dat je units ook een naam kon geven, maar dat kan dus zo te zien niet. Of ik moet ze huren en dan tegelijkertijd de squadron, zeg maar, waar ze bij horen. Dit moet ik dan veranderen naar een naam uit de reacties. Dat kan, alleen dat is niet heel handig, want dan kan ik ze niet allemaal tegelijk summonen met deze horns. Dus op zich, als jullie een ander leuk idee hebben, laat dat ook eventjes weten in de comments. Ik wil wel gewoon namen uit de reacties blijven halen. Want dat is gewoon leuk, dat vind ik gewoon leuk om te doen. En jullie vinden het ook leuk, jullie doen hartstikke je best ervoor om erin te komen. Of erop te komen eigenlijk. Dus we verzinnen wel iets nieuws. En uiteindelijk gaan we wel vast wel met de boot nog lekker varen en zo. Maar voor nu, de komende paar episodes, denk ik niet. Ik zit... Oeh! Aha! Ik wou net zeggen, ik zit even te kijken of we nog iets gemist hebben de vorige keer. En er zitten hier in de stable nog een paar units. Die we de vorige keer blijkbaar toch gemist hebben. Kijk, here we go. Ik heb ook nog steeds niet mijn Swan Knight quest voltooid. Dus ik denk... ik moet hierna nog 3. Tenminste, als ik deze kill even mag krijgen van mijn units. Ik ga er wel voor staan, dan kunnen ze hem niet neerschieten. There we go. Ik moet er nog 3. Dus het plan voor deze episode is, ik ga deze 3 Swan Knights even snel opzoeken hier in de buurt. Die moeten als het goed is wel gewoon rondlopen. En dan ga ik daarna vertrekken naar de Misty Mountains. Ga ik gewoon ergens in teleporteren en dan hopelijk kunnen we een mooi plekje zoeken. Ik zit te denken, hè. De Southern Legion, moet ik deze mensen niet misschien gewoon hier laten? Om een beetje, zeg maar, het fort te bewaken. Want, nou ja, als ik hier langer weg ben, dan gaan natuurlijk mijn conquest points weg. En dan spannen hier geen units meer zoals deze dude. De Corsairs van Umbar. En dat is natuurlijk wel zonde, want dan hebben we het niet echt meer overgenomen. Dus ik denk, als ik hier nou een klein legertje laat staan, dan heb ik echt het idee dat er nog mensen van mij zijn. Dat is misschien wel leuk om te doen. Maar dan, ja, 4... I mean...
Dat is het beste wat ik nu achter kan laten. Of ik moet nog snel een captain vinden. Oh, er zit trouwens nog een captain in dit tentenkampje. Hier zo. Daar loopt nog een captain rond als het goed is. Dus in principe zou ik nog meer units kunnen huren. Maar het is nu niet echt nodig. Dus misschien is het een beetje waste of coins. Maar we kijken wel even wat handig is. Voor nu is het dus zaak dat wij nog 3 Swan Knights vinden. Moeten doen zijn. En dan moet ik er dus ook voor zorgen dat ik die kills krijg. Want als ik dit gewoon allemaal in mijn eentje had gedaan, had ik die quest waarschijnlijk al lang gehaald. Aangezien we echt al heel veel Swan Knights zijn tegengekomen. Alleen heel vaak pakken de units mijn kills af. En dat is prima. Het is niet erg. We hebben ook trouwens nog steeds de bodyguards in Umbar staan. Natuurlijk dat groepje van Corsairs. Maar die laten we daar ook gewoon lekker staan. Want die kunnen dan gewoon mooi het thuisfront beschermen, als het ware. Dus dat lijkt me wel een goed plan. En ik zie hier volgens mij in de verte. Zie ik daar nou iets van een gebouwtje? Of is het gewoon... Zijn het gewoon bomen? Ah, I don't know. We gaan het even uitchecken. Ik hoop dat ik snel even wat Swan Knights kan vinden. En dan kunnen we die even elimineren. En trouwens, voor de mensen die deze serie wel kijken. En mijn nieuwe serie Bannerlord nog niet. Ik zou zeggen, nu is het een mooi moment om in te stappen. Ik ben net begonnen in de campaign. Het is een super vette game. We zijn lekker als Viking Warlord aan het spelen. Dus het wordt echt super vet. Het is echt een toffe game. Misschien wil je hem zelf ook wel halen. Maar nu is het een mooi moment om nog in te stappen. Want het is allemaal nog fresh. We zijn nog geen koning, laat ik het zo noemen. Gaan we natuurlijk wel worden, maar dat komt allemaal vanzelf. Goed, ik ga even wat Swan Knights opzoeken. Ik zie hier in de verte wel weer een Beacon Tower. Er zouden er als het goed is wel een aantal moeten zijn. Hier in de bossen, of in de tree farm moet ik zeggen, staan ook een paar Man-at-Arms. Maar die, ja, deze hoef ik eigenlijk helemaal niet te killen. En eigenlijk riskeer ik nu alleen maar dat mijn units worden gekilled. Dus niet heel handig. Ouch! En mijn armor krijgt hier allemaal damage van. Zo, ik deel echt heel veel damage op die dude. There we go. Maar kijk eens, nieuwe Beacon Tower. Misschien moet ik gewoon mijn legertje buiten laten staan. Aan de andere kant, ik heb ook niet... Nou, ik heb wel goede gear. Oh! Dude, mijn Black Numenorian armor gaat echt kapot. Oh, dat is wel zonde. Misschien moet ik het... heb ik genoeg arrows? 38 arrows? Ik moet toch wel proberen om niet te veel gehit te worden. Anders dan gaan we Black Numenorian armor kapot. En dat vind ik echt heel zonde. En dan moet ik weer naar de woestijn. En zo'n dungeon vinden. Zo'n tempel. En dat is best wel gedoe. Weet je wat? Ik laat jullie eventjes hier staan. There we go. Gaan we weer naar de lucht kijken. Zoals jullie altijd doen. Ik ga even naar binnen. En ik ben zo terug. Ja? Even boodschappen doen. Iets in die richting. Hallo! Oké, I got this. Als ik nou maar gewoon niet te veel hits neem. Oké, die Man at Arms zijn zinloos. Die hoef ik natuurlijk... niet te nemen. Ik wil vooral deze Swan Knight. Ik moet ze ook weer niet te veel naar die kant lokken, want dan worden ze dus ook aangevallen door andere units. Zoals nu gebeurt. Oh, dit ga je niet menen. Oh nee! Oh, ik heb hem niet. Oh, wat stom. Ik ben zo stom. Oh, het is zo irritant. Geef mij gewoon de kills. Oh, je hebt er nog één. Dude, het waren er waarschijnlijk precies genoeg geweest. Oh, wat stom, hé. En dan lopen hier gewoon allemaal units rond van mijn faction. Natuurlijk omdat ik hier zoveel conquest points heb. En ik heb ook geen speer meer. Dat was handig geweest voor de range. Maar ik wil deze quest gewoon voltooien. En ik hoop echt dat er een flinke beloning tegenover staat. Waarschijnlijk krijgen we gewoon, I don't know, 50 coins of zo. 50 conquest in this area. Near Harad. Oké. Dat hadden we volgens mij daar verderop ook al. Maar nu zijn we dus aan het uitbreiden naar deze kant. I'll take it. Oeh, dat kunnen we hier ook wel even bekijken trouwens. Gathering records. Kijk eens. Hier is het meest donkerst. Het donkerst. Het meest donkerst. Nice. We gaan steeds weer verder naar boven. Maar we zijn goed bezig. Als het goed is moet hier boven nog. Ja, dit is een... ja, maar dit telt waarschijnlijk niet als Swan Knight. Ook heeft hij wel van die vleugels. Ik denk niet dat dit als Swan Knight telt. Het is wel de captain. Dus het is wel cool om deze dude te killen. Oh, nog eentje. Oh! Ik moet er nog één. Maar dit zijn Gondorians, of niet? Ja, dit zijn Tower Guards. Gondorian Tower Guards. I don't care. Jullie mogen hier wel blijven. In principe heb ik verder niks tegen Gondor op dit moment. Dus ik laat jullie wel even leven. Niks aan value hier. Oh man, ik moet er nog eentje hebben. Als ik die ene nou had gekild, had ik de quest voltooid, man. Oh, oké. Nog een klein stukje verder zoeken dan. Dit is hem, guys. Dit is de laatste. Hij staat hier in zijn eentje. Let's go, dude.
Oh, ik ga zo blij zijn dat ik deze quest voltooid heb. Ik heb hem al zo lang openstaan. Maar goed, ik denk niet dat de reward het uiteindelijk het waard is. Ja, we hebben hem voltooid! Oh, finally! Oké, ik zie trouwens nu bovenin dat ik ben nu een champion van Nirhadad en daarna heb je een Serpent Guard. Dat is wel een interessante titel. En kan ik dat ergens zien wat er zeg maar na de Serpent Guard komt? We hebben ook allemaal titels trouwens die we allemaal unlocked hebben. Look at this. We hebben echt vet veel. Swan Slayer? Hell yeah. Select. Ik wil Swan Slayer. Dat vind ik een mooie... Of nee, Southern Champion. Dat klinkt cool. Nou, ik kan verder nergens vinden waar dat zou moeten staan. Maar goed, we zien wel wat er dan na Serpent Guard komt. Ik denk dat dat rond de 750 is, alignment. Of 1000 misschien. I don't know. Ik ga wel eventjes mijn units weer activeren. Want ik heb die nog steeds hier bij de Beacon Tower staan. En dan gaan we dus heel eventjes weer een bezoekje brengen aan Umbar. Aan mijn plekje. Ik weet eigenlijk niet zeker of ze nu meegaan of niet. Maar ja, dat vinden we vanzelf wel uit. Anders is het ook geen gigantisch probleem. Dus jongens, ready? Dan gaan we weer naar Damien's. Moet ik hierheen? Ja, nee, we gaan naar de stad. Volgens mij had ik... Even kijken, waar heb ik die quest ook alweer? Waar is mijn red book? Heb ik nog een red book? Ja, gelukkig wel. Even kijken, Nirhadad. Ailunik, waar ben jij? Waar is deze gozer? Dat moet ik op de map kunnen zien. Ik denk dat die... Ja, dit is gewoon volgens mij in dat stadje. Oké, okay, I'm coming. Ik kom voor mijn geld. And it better be good. Oh jee. Oké, okay, mijn units zijn niet meegekomen. Waarom gebeurt dat soms wel en soms niet? Oh, never mind. Daar zijn ze. In ieder geval 3 van de 4 had ik er, toch? Ik don't know. Waar is hij? Waar is de gozer met mijn geld? Daar is hij. Oh man, ik hoop echt dat het veel geld gaat zijn. Ik heb hier echt heel veel moeite voor gedaan. Ik ga even genoeg ruimte maken in mijn inventory, dat ik dus kan zien wat ik krijg. Like strings en dit heb ik allemaal niet nodig, man. Wooden crates. Oh, ik heb er nog heel veel voor op de boot, was dat eigenlijk de bedoeling. Dit hebben we ook niet nodig. Ork bombs, I'll take it. Oké, okay. I'm ready. Ik heb mijn money zakje hier. We hebben nu, dat kun je net niet zien, staat hier achter. 74 coins. Jij, met je bakkenbaarden. Kom hier, gek. Geef mij... al je geld. Come on, aan de kant. Verpest het moment nou niet. Anders ga je even naar beneden. Oh, het zou wel zijn als hij nu dood was geweest. Oké, okay, gimme. Oké, okay, ik heb het opgepakt. 23 alignment. Sure, dat is not bad. Maar ik had wel veel meer gewild eigenlijk niet verwacht. En we hebben... nu... 104. En ik had deze nog. Ik weet niet of deze of ik deze er ook bij gekregen heb. Volgens mij wel... Dus 138. Iets van de 70 naar 138. Dus laten we zeggen 60 coins. Voor die hele quest. 20 Swan Knights. Ik ben wel een beetje teleurgesteld. Ik moet toegeven, ik ben wel een beetje teleurgesteld. Maar goed, I'll take it. We hebben het toch nodig om units te huren uiteindelijk. Sure, ik vind het prima. Dan gaan we nu een mooi plekje uitkiezen in de Misty Mountains. Waar wij heen kunnen gaan. We hebben helaas nog geen... waypoints unlocked. Dus ik ga er zo meteen gewoon heen teleporteren en hopelijk span ik niet in een berg. Ook al is de berg of de kans dat ik dat doe natuurlijk wel heel groot. Oeh, Mount Caradhras. Dat is natuurlijk van de Lord of the Rings, of niet? We must take the pass of Caradhras, zegt Gandalf dan. Oké, okay, the mountain is called Caradhras the Cruel and is said to have a will of its own. Oeh, oké. Okay. Weet je wat? We gaan naar Mount Caradhras. Waarschijnlijk is het gewoon een hoge berg. Let's do it. Het zou heel goed kunnen dat ik nu in een berg span en dat ik meteen dood ben. Maar we gaan het meemaken. Oké. Okay. We zijn niet in een berg gespannen, dus dat is iets. Alleen het is hier, nou ja, surprise. Heel erg mistig. Holy shit, dude. Ik weet niet of jullie nog iets kunnen zien. Ik weet niet hoe dit op YouTube er namelijk uitziet. Maar voor mij is het echt... Ik moet bijna met mijn ogen knijpen, zo fel is het ook. Er lopen hier gewoon orks rond. De Gunabad orks. Follow your orders, scum. Ben ik wel benieuwd eigenlijk. Wat voor... Even kijken. Waarom? Hallo? Ik kan niet switchen tussen mijn alignment dingen. Even kijken, dat kunnen we wel zien, toch? Nee, ik wil niet bij Darwinian. Nou, in ieder geval... Ze vinden me in ieder geval niet eng. Want anders hadden ze me wel aangevallen.
Ze mogen me ook niet, want anders dan had die dude wel wat anders tegen mij gezegd. Dus wat dat betreft is het prima. Maar, oh kijk, we kunnen weer even scrollen tussendoor. Ik ga dan eventjes naar Doelingsvolk en dan... Even Gundabad. Oh, ik ben een Thrall. Dude. Wow, zijn we dan... Yo, we hebben best wel wat alignment voor Gundabad. Don't just stand there, do something. Yo. Hallo. Volgens mij, ik weet even niet wat de Nederlandse vertaling is voor een Thrall. Maar volgens mij is het best goed. Dacht ik zo, ik weet het niet zeker. En hierna... Oh, hierna zijn we een Snaga. En als ik even nadenk, Snaga Orcs... Dat zijn volgens mij best wel lage units, zeg maar. Laat ik het even zo noemen. Dus wat dat betreft... I don't know. Maar dit is in ieder geval de Mount Caradhras. Het is echt... Oh my god, dude. Op zich is het natuurlijk niet heel slim... Om echt in een berg te gaan minen. Want dan moet je heel ver naar beneden. Maar aan de andere kant, ik weet ook niet. En daar had ik misschien even research naar moeten doen. Vanaf hoe diep je mithril kunt vinden. Of misschien kun je het dus wel gewoon echt in een berg vinden. Gewoon, I don't know hoe diep je moet zijn, zeg maar. Is het met diamonds dat je bijvoorbeeld vanaf 11 diep het kunt vinden? Of 16 is het volgens mij. Dus als jullie dat weten, let me know in de comments. Als je enige tips hebt, wat is handig? Kan ik bijvoorbeeld gewoon hier gaan beginnen? Dat ik hier een mine ga beginnen. Of moet ik toch bovenin. Dat ik dan meer kans heb om wat tegen te komen. Want ik kan me. En dan moeten jullie me even helpen. Heel vaag iets herinneren. Van volgens mij was dat nog Project Lotter. Dus dat was die allereerste multiplayer. North Twinsmod server die we hadden. En daar dacht ik dat ik me kan herinneren. Dat je mithril ook gewoon. Op deze hoogte kon vinden, zeg maar. Dat je dat ook gewoon in de berg kon zien zitten. Zo bedoel ik het. Dus daarom ben ik ook een beetje de wanden van de berg aan het scouten. En misschien dat we op die manier... Nou ja, waarschijnlijk niet hoor. Want dat is ook een hele oude versie van de mod, speelden we toen. En ik heb geen idee of dat nog steeds zo is. Dat is... Oeh. Maar wat is dit dan bijvoorbeeld? Dit is... Tin, oké. Ik had het heel mooi gevonden als ik meteen... Mithril had gevonden. Maar ik weet eigenlijk ook niet... Dat kunnen we even opzoeken. Hoe die oor eruit ziet... Oeh, oké, dat herken je wel. Het glimt ook helemaal. Mithril ore. En uiteindelijk willen we dus deze gear. Mithril helmet, chestplate, leggings en boots. We kunnen ook zelfs een battle axe maken. Oh, mithril trimmed, dwarven helmet. Holy shit, dude. Mithril horse armor? Yo. Als je zoveel mithril hebt dat je er bars van gaat maken, dan weet je wel dat je aan het flexen bent. Anyway, ik ben benieuwd wat jullie achterlaten in de comments. Dus daar ga ik het eventjes bij laten. Tips en tricks, let me know in de comments. En dan gaan we hier een mooie mijn op zetten. En dan gaan we daar gewoon hopelijk heel wat mithril uithalen. Voor nu in ieder geval hartelijk bedankt voor het kijken. Vond je het een leuke episode? Doe eventjes een blauw duimpje omhoog. En zie ik jullie gewoon heel graag de volgende keer weer bij een gloednieuwe aflevering. Nogmaals bedankt. En later. Goddammit, fuck you. What the hell? Goddammit, what the hell? Goddammit, freaking elfhard. Goddammit, sterf. Fuck you. What the fuck? What the hell? Fuck you. Goddammit. Goddammit. What the hell? Fuck it. Oh, damn. Shit. What the hell? Finish, faggot. Jesus. Fucking Christ. What the hell? Holy shit. Good. Zo faggot. Het is echt...